Het leukste van mijn baan is de afwisseling. Afwisseling in het werk, het patiëntencontact, maar ook het bezig zijn om kwaliteit, zorg te leveren. En daar hebben wij, ruimte en tijd voor. Deurne is een verstedelijk platteland. Dat is een dorp met ongeveer 32.000 inwoners. En onze praktijk telt 3.000 patiënten. En die praktijk doen we met z'n tweeën. Twee huisartsen, een aantal assistentes, drie praktijkondersteuners en ja, Maud van Vlerk, onze verpleegkundig specialist. Ik ben hier begonnen als verpleegkundig specialist in opleiding. Er waren een paar opleidingspraktijken waar wij toen konden beginnen. En zo ben ik hier in Deurne terecht gekomen. En na de opleiding heb ik de mogelijkheid gekregen om hier te mogen blijven. Toen ik het aanbod kreeg om een verpleegkundig specialist op te leiden, dat heb ik destijds met veel plezier gedaan. Dat is nu een jaar of 10 geleden. Ik bel eventjes om een patiënt aan te melden. Eigenlijk is het blijven hangen in deze praktijk, omdat ik het voordeel daarvan inzag. En dat voordeel is met name omdat ze me heel veel werk uit handen neemt, zowel patiëntenzorg, maar ook organisatorische dingen. Hoi. Hoi, goedemorgen. Vertel. Nou, ik heb, zoals je kan zien, heb ik zondag in de zon gezeten. En op mijn schouders, ja, daar gaat vanzelf wel over. Maar nu krijg ik bij mijn knieën, heb ik allemaal. In de praktijk zie ik patiënten met veel voorkomende klachten. Met KNO-klachten, hoestklachten, klachten van de huid, het bewegingsapparaat, een gedeelte urologie, gynaecologie en ook een gedeelte geriatrie. Die patiënten die komen bij mij op het spreekuur in plaats van bij de huisarts. En die zie ik dus en zelfstandig handel ik die consulten af. Behalve als ik toch dingen tegenkom waar ik overleg voor nodig heb. En daarnaast zorg ik voor kwaliteitsprojecten. En ook de NAG-accreditering doe ik een groot deel. Het verschil is in de complexiteit van de klachten. Ik zie klachten die wel omschreven zijn en die vrij duidelijk zijn en een duidelijk afgebakend gebied hebben. En bij de huisarts komen echt patiënten met vooral de klachten die complexer zijn. Dus buikklachten is een voorbeeld van een klacht die ik niet zie, maar wel de huisarts ziet. Maud is in de loop van de jaren heel zelfstandig gaan werken, omdat ze toch puur door het doen heel veel ervaring heeft opgedaan. Dus in die zin word ik eigenlijk ook maar zelden nog gevraagd om advies. Ik weet ook dat Maud haar grenzen kent. Dus op het moment dat ze zich niet veilig voelt bij een diagnose of bij een klacht, dan is het heel laagdrempelig om even met mij te overleggen. Goedemiddag, hoi. Kom verder. Ja. Dat hoesten en het groenige waar je druk op maakt. Ja, ik hoor inderdaad ook wel wat slijm zitten. Ja. Zeker als je in en uit ademt, dan piept het wat en bromt af en toe. Maar vooral onder in de longen. Ja. Dus wat ik eigenlijk voor de zekerheid zou willen doen, is toch even een klein beetje bloed prikken. Als verpleegkundig specialist, wat ik wel doe is bijvoorbeeld gewoon injecties zetten als het nodig is. Ik maak ook uitstrijkjes, dat doen eigenlijk de assistentes, maar als het nodig is of zij komen er niet uit of het lukt niet, dan word ik in consult geroepen. Daarnaast zet ik ook spiraaltjes en doe ik vooral veel wondzorg en leid ik ook de assistentes op om dit soort taken over te nemen. Ja, mij levert het op enerzijds een sparringspartner, noem ik het altijd maar. Dus dat ik met haar dingen kan bediscussiëren. Anderzijds levert het me in die zin vrije tijd op dat ik op tijd klaar ben. Naast dat ik hier op de praktijk werk, zie ik ook patiënten in thuissituatie. Wel bij patiënten waarbij binnen het klachtengebied vallen die ik zie. En de patiënten in het verzorgingshuis vallen ook onder mijn hoede. Dus als er vragen zijn van de verzorging, die bellen eigenlijk rechtstreeks met mij. Om die lijntjes daar zo kort mogelijk te houden. En ook om te zorgen dat de continuïteit in die zorg beter verloopt.
Sommige mensen vragen zich wel eens af, goh, bijt dat niet met de rol van de praktijkondersteuner? Maar dat is niet, in deze praktijk in ieder geval niet. Iedereen weet wat hij moet doen, de taakverdeling is heel duidelijk. Dus Maud ziet een nieuwe patiënt met een nieuw probleem, stel een diagnose. Zijn praktijkondersteuners zien patiënten waarbij de diagnose al duidelijk is. En dat is een heel groot, essentieel verschil. Nou, deze mevrouw heeft last van uitdeem in beide benen. Dus die moet compressief gezwachtend worden. En ik ga dat donderdag zelf nog even doen, maar of jullie vanaf het weekend daar kunnen komen om de dag? Aan collega's zou ik het advies geven om het opleiden van een verpleegkundig specialist niet continu te vergelijken met een huisarts in opleiding. Want dat is toch iets heel anders. Het lijkt heel veel op elkaar, maar het heeft ook behoorlijk wat verschillen. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de verpleegkundig specialist heel goed gesitueerd wordt binnen de praktijk. Het moet ingebed worden binnen de praktijk en daarnaast ook heel duidelijk worden aangegeven wat de functie van haar is. Wat is het doel van die verpleegkundig specialist bij jou in de praktijk? Toen ik net in de praktijk kwam, was het wel even zoeken naar wat doet zij nou eigenlijk. Ik denk omdat ik begonnen ben in opleiding, heeft dat zich heel langzaam kunnen vormen. Ik kon in het begin eigenlijk niks. En ik heb heel langzaam geleerd om een bepaalde klacht, zeg maar, te zien. Dus mensen met oorklachten, daar begon ik mee. En doordat ik steeds dat ging uitbreiden, dus het aantal klachten, gingen de assistenten daar ook in mee. Want die kregen gewoon letterlijk te horen van deze klachten mogen nou ook bij Maud op het spreekuur. En zo groeide mijn functie heel langzaam ook in de praktijk. En zo groeide ze ook de collegialiteit. En zeggen van, oh, die kunnen we ook dus bij Maud neerzetten. Dat is ook handig. Dus als ik bij de dokter niet terecht kan, dan kan ik het even aan Maud vragen. Nee, ik zou Maud om meerdere redenen niet meer kunnen missen. Nee, ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt om na de opleiding een plek hier in de praktijk te kunnen geven. Ja. Ze zeggen niet zoveel. Ze weten dat ik een verpleegkundig specialist ben. Dat wordt ook genoemd aan de telefoon. En dat zal ik ook zelf uitleggen als daar zeker vragen over komen. Maar het gaat de patiënt eigenlijk niet zo om hoe ze mij moeten noemen. Het gaat er meer om dat ze goede zorg krijgen. Thank you.